Een dag na de met 7-0 gewonnen wedstrijd wordt het veld geprepareerd door enkele terreinknechten. Het is nog steeds uitstekend toeven aan de Spaanse kust, al is het vandaag iets harder gaan waaien. Na een goede nachtrust kwamen de spelers om 9:45 bij het trainingsveld aan voor de eerste dagtraining. De oefensessie begon vandaag met een rondootje. Ook trainer Rutte stond af en toe in het midden. Ja! Ook de jonge jongens Sander van der Streek en Mo Hamdaoui moesten eraan geloven. Hier wordt Hamdaoui gepoord. En hier staan ze samen in het midden. Ja, het was, ik kreeg balverlies, dus dan moest je erin. Maar ja, het is niet de eerste keer dat ik erin sta. Dus. Ja, klopt. Ja. Dan merk je wel dat het niveau een stukje hoger is. Dat je een stuk moeilijker uit het midden gaat. Ja. Wanneer hoorde jij dat je mee mocht? Net voor de windstop werd ik gebeld door Ted van Leeuwen. Maar ik wist al een tijdje daarvoor, want via mijn zaakwaarnemer. En zeg maar voor de windstop, een dag na de laatste training van de windstop, werd ik gebeld door Ted van Leeuwen en die feliciteerde me ermee. Dus toen hoorde ik het officieel. Was het een verrassing voor je dat je mee mocht? Nou, eigenlijk wel, want ik hoorde eigenlijk op de laatste dag pas op zondag dat ik mee mocht. En het was een hele grote verrassing om toch nog aan te sluiten bij het eerste jaar. Na de rondo begon het serieuze werk, want er stonden vandaag twee pittige trainingen op het programma waarin keihard werd gewerkt. Ja, Stanley kunnen we niet meerekenen, maar die andere moet 9 seconden zijn. Goed, hou de tempo vast. Keona. Hoe is het tot nu toe? Ja, gaat goed. Ja, gisteren helaas niet gespeeld, maar... trainen gaat lekker en je voelt gewoon aan dit niveau dat je steeds beter wordt. Ja. Ja, heeft de trainer ook uitgelegd waarom je mee mocht? Niet specifiek. Ze hadden nog een man nodig en dan gaan ze kijken bij Jong Vitesse. En dan heb ik het geluk dat ik mee mocht. En hoe is het tot nu toe hier in Spanje voor jou? Ja, gewoon goed. Ik heb gisteren jammer genoeg niet gespeeld, maar de training gaat gewoon goed. Dus het kan alleen maar beter gaan. Tot slot werd er nog afgewerkt. Er moest met het hoofd gescoord worden en de bal mocht de grond daarvoor niet raken, zoals hier dus. En hier gaat alles goed, tot aan het afwerken. En daar plagen ze Mietje even mee. Net als Van der Streek en Hamdaoui. Die worden af en toe ook even geplaagd en getest door de Vitesse-spelers. Ze hebben natuurlijk wel commentaar op de jongsten allemaal. En dat deden ze bij mij ook in de voorbereiding. Dus dat merk ik zelf ook wel. En dat proberen ze. Ze testen nu iedereen, dus dat is wel grappig om dat te zien. Ja, dat is ook zo. Ik moest eigenlijk zingen, maar dat wilde ik niet. Dus ik heb het ook niet gedaan. Nee, ik word natuurlijk wel een beetje gepest, maar ik kan er wel mee omgaan.